Toen de Schotse krant The Scotsman jaren geleden ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag een editie uitbracht die geheel door vrouwen was vervaardigd, The Scots Woman, verscheen een foto van een man in kilt die dat bijzondere nummer las. Wij vinden zoiets grappig, want wij zijn de kilt niet gewend. We moesten minstens grinniken toen bij een dartwedstrijd een Schotse teamgenoot een keer aantrad in kilt. Hij voelde zich steeds opgelatener. En als hij een pijltje op moest rapen dat uit het bord gevallen was, ging hij heel koket en vrouwelijk door de knieën. Hij durfde niet te bukken. Het valt niet mee om anders te zijn. Een paar maanden voor mijn eindexamen in 1977 bezocht ik de drukke voorlichtingsdag van de Rijksuniversiteit Groningen. De aula puilde uit. Iemand op het podium vroeg of er ook belangstellenden waren voor de studie Fries. Eén man stond op. Ik, zei die zwakjes. Zelden zag ik zo'n verscheurende eenzaamheid. Met neerhangende schouders volgde hij zijn voorlichter de zaal uit, alsof hij werd meegenomen voor verhoor. Binnenkort zou hij Fries spreken. Maar met wie? Van de week droomde ik dat ik in een wijkcentrumpje een expositie bezocht over Internationale Vrouwendag. Ik droom wel vaker vreemd de laatste tijd. Bijvoorbeeld dat ik niet in slaap kan komen. Dat is raar wakker worden. Het was prachtig weer en de vrouwen zaten buiten te kletsen. Ik vond met moeite een plekje voor mijn fiets en de vrouwen waren mij als man niet echt behulpzaam. Binnen stonden kasten en vitrines vol vage creatieve uitingen. Ik nam plaats aan een lange tafel en alle passerende dames wierpen mij vijandige blikken toe. Het viel me niet mee om man te zijn in een wereld die door vrouwen wordt gedomineerd. Maar dat geldt andersom ook, vrees ik. Daarom hebben we Vrouwendag. Ik bestelde een koffie, die slappe thee bleek te zijn. En geleidelijk kwam ik in dat merkwaardige schemergebied waarin ik me realiseerde dat ik droomde en op het punt stond te ontwaken. Een uurtje later fietste ik de stad in. Het was dinsdag 8 maart en ik durfde weer. Het carnavalsrestant had zich naar binnen verplaatst. Onderweg kwam ik een kerel tegen tot wie dat nog niet doorgedrongen was. Hij droeg een dwaas bont pruikje en een plooirok. Het mocht dan Vrouwendag zijn. Hij liep voor schut als een schot in kilt die Fries komt leren.